Sinterklaas stapt al bijna op de boot richting Nederland en ondertussen is de Pieten-discussie alweer in volle gang. Dit terwijl de zwarte smink niet aan te slepen is. De verkoop van de zwarte en donkerbruine smink neemt een enorme run op dit moment. Omdat heel veel klanten die elk jaar bij ons komen en ook via onze webwinkels bestellen, toch wel zeker willen zijn dat ze hun smink op tijd binnen hebben en in huis hebben. En denkt u dan dat er dit jaar meer wordt verkocht als vorig jaar? Nou, het zal niet extreem veel meer worden verkocht. Alleen mensen willen gewoon de zekerheid hebben dat ze wel compleet uitgerust zijn. Dus het zal niet meer worden, maar wel eerder. Wat merk je nu in de verkoop? Dat de bruin tint en de zwarte tint sowieso favoriet blijven. En tot, ik denk wel 90% van de klanten toch die kleur blijven aanhouden in plaats van alle ophef omtrent andere kleuren. Maar dat gaan zeker hier in de regio heel weinig mensen doen. Dus de mensen gaan niet extra zwart dit jaar? Gaan niet extra zwart, want de kleur is toch al een beetje afgezwakt naar donkerbruin. Dus dat neemt de overhand. En wat vindt u van de stroopwafelpieten? Ja, ik heb net gehoord dat dat ook in Gouda straks gebruikt gaat worden. Ik vind het niet een juist besluit. Want iets wat van historie zo is, dat moet je niet zomaar veranderen. Het is een mooi kinderfeest en daar moet je niet te veel aan draaien.